Het bedrijf waar Aline ICT verantwoordelijke is, blijft groeien. Dat is goed nieuws voor iedereen, maar het betekent ook veel meer werk voor Aline en haar klein team. Door het toenemend aantal gebruikers en toestellen op het netwerk die alsmaar meer bandbreedte gebruikten, dreigde Aline de controle over het netwerk te verliezen. Steeds meer klachten kwamen binnen en Aline wist niet waar te beginnen om deze problemen op te lossen. De netwerktechnologie van het bedrijf voldeed niet meer. De lijst met configuraties en modules was eindeloos. Behalve ingewikkeld was dat ook erg kostelijk. Er moest dringend een oplossing komen. Aline koos voor het smart network van Proximus, een netwerkoplossing in de cloud. Aline heeft nu weer zicht op het netwerk dankzij de automatische rapportering en waarschuwingen. Aline kan die op elk moment en van overal raadplegen. Zo heeft ze de controle terug over het netwerk en weet ze altijd precies wat er gebeurt. Gebruikers kunnen zorgeloos tegelijk werken op het smart network. Aline kan de standaardconfiguratie van een hele reeks settings aanpassen op maat van het bedrijf. Smart Network categoriseert en controleert het verkeer. Aline kan zo prioriteit verlenen aan bepaalde soorten verkeer en andere blokkeren. Smart Network is een eenvoudige, tijdsefficiënte en betaalbare oplossing. Maar nog belangrijker, Aline en haar medewerkers staan er niet meer alleen voor. Ze kunnen rekenen op een vakkundig team dat altijd voor hen klaarstaat. En hoe het bedrijf ook evolueert, Smart Network evolueert mee.